De rechtbank heeft 4 mannen veroordeeld voor de invoer van ruim 1100 kilo cocaïne via het westelijk havengebied. De lading zat verstopt in een container gevuld met zakken cacaobonen, maar werd vorig jaar zomer onderschept. De rechtbank neemt het deze 4 verdachten heel erg kwalijk dat zij meegewerkt hebben aan dit internationale drugstransport. Omdat het veel schade toebrengt aan de volksgezondheid. Het levert ook allerlei andere criminaliteit op. En daarom is het een ernstige zaak waar de verdachten ook hoge straffen voor hebben gekregen. De mannen gingen gestructureerd te werk om de container, afkomstig uit Ecuador, van het haventerrein af te krijgen. 2 mannen hadden daarbij de organisatie in handen en krijgen 8 jaar cel. Zij verklaren zelf, opvallend genoeg, dat zij inderdaad bezig waren met het opzetten van een cocaïnelijn. En moesten bewijzen dat zij containers van het terrein konden krijgen. Maar dat hier al cocaïne in zou zitten, dat wisten ze niet. Nou, dat gelooft de rechtbank niet. Het is ondenkbaar dat iemand meer dan 1000 kilo cocaïne de oceaan overstuurt, zonder te weten dat er aan de overkant mensen zijn die weten wat er aankomt en wat ermee moet gebeuren. Dus dat gelooft de rechtbank niet. Net als de ontkenning van Aris S. Hij werkte in de haven en zou een cruciale rol hebben gespeeld. Hij heeft zijn functie en kennis van de logistieke processen naar het oordeel van de rechtbank ernstig misbruikt om de grootschalige invoer van cocaïne te faciliteren. De rechtbank leidt uit het dossier af dat heeft gehandeld in opdracht van die uiteindelijk over een gedeelte van de cocaïne zouden beschikken. In ruil voor zijn bijdrage aan de cocaïnesmokkel zou de verdachte een aanzienlijk geldbedrag ontvangen. Voor zijn rol krijgt ARS 6,5 jaar cel opgelegd. Een vrachtwagenchauffeur moet 4 jaar de cel in. Alle verdachten ontkennen hun betrokkenheid en hebben nog 2 weken de tijd in hoger beroep te gaan.